vandaag even doorpakken. Want deze pan, daar komen perfect gekarameliseerde uitjes in. De grillplaat, komen grillburgers en gegrilde appels op. En deze grote pan, zure zuurkool met lekkere kleine blokjes appel. Mouwen opstropen en gaan. Zuurkool bij een hotdog, die ken je. Maar vandaag maak ik hem bij een burger. Ik maak een grillburger met zuurkool en appel. Daar heb je voor nodig 4 uien. Lekker veel zuurkool, appels, wat keizerbroodjes, grillburgers, een bosje bieslook, een lekkere klodder mayonaise en brie. Ik heb de oven voorverwarmd op 220 graden. Daar gaan straks de broodjes in, dat komt nog lang niet. Ik begin met de les van vandaag, namelijk hoe karamelliseer je je uien, zodat ze echt perfect glazig, een beetje bijna een soort karamelachtige smaak hebben en lekker zacht zijn. Je begint met de pan. De pan die verwarm je op middelhoog vuur. En dat houdt in dat je hem eigenlijk nog kunt aanraken met je vingers. Dus op het moment dat je vingers echt verbranden, dan is hij te heet. Dan moet je hem even laten afkoelen. Middelhoog vuur. En ik heb hier 4 uien, dat is natuurlijk vrij veel. Maar als je uien karamelliseert, je moet een beetje rekening houden met het feit dat je ongeveer een kwart overhoudt van daar waar je mee begon. Dus bij 4 uien hou je een klein beetje over, perfect voor 4 burgers. De uien snij ik in halve ringen. Deze zijn al gepeld. Dan gaat er een scheut zonnebloemolie in de pan. Alle uien kunnen in de olie. Kijk, en je hoort het, hij sist iets, maar niet te veel. Dat is echt eventjes belangrijk, want uien kunnen natuurlijk ook snel bruin worden. En dat willen we echt strakjes pas, want we gaan het langzaam doen. Een soort slow cooking wordt het. Er gaat een snuf zout bij. En dat zout zorgt er natuurlijk voor dat het vocht onttrekt. Daardoor heb je dat die uien uiteindelijk, nadat ze mooi droog zijn gebakken, ook nog mooi gaan karamelliseren. En nu is het gewoon heel rustig omscheppen. Ze mogen nog niet bruin worden. Maar je wil wel dat ze langzaam glazig worden. En dat moet echt super langzaam. Dat mag echt een kwartier tot 20 minuten duren. Ik plaats hem even naar een wat kleiner pitje. Dat ik zeker weet dat het niet te hard gaat. Nou, die laten we lekker rustig glazig worden. Ga ik verder, want ik heb hier zuurkool. En die zuurkool ken je natuurlijk van op de hotdog. Maar het is dus super lekker om hem te stoven met een beetje appel en dan op een burgertje te doen. Deze gaat in de grote pan. Daar gaat water bij. Ik heb hier 200 milliliter. En dat doe ik gewoon lekker op middelhoge temperatuur. Deksel erop. En dan hoef ik er verder niet meer naar om te kijken. Op een lekker burgertje hoort natuurlijk een sausie. En dat is vandaag mayonaise. Maar niet gewoon saaie mayonaise. Ik ga er bieslook aan toevoegen. Ik heb hier een bosje. En ik snij daar nu eventjes ongeveer een derde vanaf. En een derde gaat dan door de mayonaise. En dat kun je natuurlijk met allerlei soorten kruiden doen. Het is natuurlijk heerlijk om bieslook te gebruiken. Maar ik vind zelf ook dragon bijvoorbeeld super lekker door de mayonaise. De mayo roer ik even door. Die is klaar. Strakjes heb ik die pas weer nodig. Weer even terug naar de uien. Kijken of het nog steeds allemaal rustig gaat. Zet ik de grillplaat even aan. Deze ga ik vandaag voor 2 dingen gebruiken. En 1 daarvan is het grillen van appel. Ik heb hier een lekkere fris zoete appel. Die steek ik even uit met de appelboor.
De appel snij ik in plakjes. Mogen best wel dikke plakken zijn. Ik heb er uiteindelijk 4 nodig voor de burgers. Dan smeer ik ze in met een scheutje zonnebloemolie. Zodat ze zo meteen natuurlijk niet plakken. En dan gaan de appelplakjes op de grillplaat. Gaan we weer kijken bij de uien. Gaat alles nog goed? Nou, ze worden langzaam wat zachter. En ze beginnen al langzaam ietsjes glaziger te worden. De rest van de appels snij ik in blokjes. Die ga ik strakjes door de zuurkool heen doen. Dat is natuurlijk altijd lekker. Die zure zuurkool met een fris zoete smaak erbij. De appel kan bij de zuurkool. Kijk, die is lekker al aan het stoven. Even doorroeren. Kan de deksel weer op de pan. En dan heb ik hier natuurlijk van die leuke kleine keizerbroodjes. Die geef ik eventjes een klein beetje vochtigheid door hem even onder de kraan door te houden. En dan gaan ze in de oven. Even checken hoe het bij de appeltjes gaat. Nou, dat gaat goed. Ik zit vandaag helemaal in de appels, zoals je ziet. Maar je hebt ook nog veel meer leuke dingen die je met appels kunt doen. Kijk even mee. Appelmoes, appeltaart, appelflappen. Je kan eigenlijk van allerlei lekkers met zo'n appeltje maken. Of zo, voor de dorst. Maar ook in je ontbijt is een appeltje natuurlijk super lekker. Snij een appeltje in blokjes. Bak hem op in wat kokosvet. Lekker wat walnoten erbij. Snufje kaneel. En dan met ijskoude Griekse yoghurt. Lekker die combinatie van warm en koud. Of wat dacht je van appel in je salade als lunch. Ook heel lekker. Lekker wat appel in blokjes snijden met je favoriete groenten. Bijvoorbeeld wat komkommer. Blokjes kaas erbij. Knapperige hazelnootjes, een beetje rozijnen en dan een beetje citroensap, zodat de appel niet bruin wordt. En eventueel nog je favoriete dressing. Een appeltje in stampot is ook een goede combi. Lekker gekarameliseerd appeltje met hutspot, een beetje worst erbij. Lekker hoor! In deze tijd moet je het natuurlijk wel een beetje gezellig maken voor jezelf. Daarom heb ik een lekker vuurtje gestookt en ga ik laten zien hoe je appeltjes poft met camembert en noten erin. Heb ik hier een appel en een appelboor, die heb je wel echt nodig. En met die appelboor haal ik het klokhuis eruit. Ik maak de holte ook net even wat groter dan dat die is. Heb ik hier camembert, die snij ik in plakjes. Gaan in een kom, lekker wat gemene noten, die moet je wel even fijn hakken, nou ja, grof hakken. Lekker wat honing, 3 eetlepels ongeveer. Pak ik de aluminiumfolie erbij en die vouw ik dubbel, zodat je lekker een stevig stuk folie hebt. Dan voor het vullen pak ik de appel erbij en dan probeer ik wat van dat mengsel in die holte te stoppen. Goed aanstampen. En dan vouw ik de folie om de appel, pak ik een prikker erbij. Die steek ik door de appel en dan niet door de camembert, anders maak je een gat en loopt er allemaal uit. En dan laat ik dit appeltje zo'n 20 minuten in het vuur zitten. En heb je nou thuis geen vuurkorf, dan kun je dit ook in de oven bereiden. Of desnoods in de open haard met zo'n rooster erin. Super gezellig hoor! Pop.
pas wel op, hè, want hij is ontzettend heet. Dus niet meteen je tanden erin zetten. Want dan moet je door de zure, hete appel heen bijten. Het zag er lekker uit, hè? Ik ga even kijken hoe het bij de broodjes gaat. Want die zijn volgens mij, ja, mooi bruin. Warme broodjes. Super lekker, toch? Deze leg ik even aan de kant. Kunnen ze mooi even een klein beetje afkoelen. Want dan kruimelen ze ook niet zo als je ze snijdt. Vaak trek je ze anders kapot namelijk. Nou, bij de uien gaat nog steeds alles goed. Die beginnen mooi zacht te worden. Heel langzaam, heel lichtbruin te worden. Maar dat is prima. De appel die is gegrild. Dus die haal ik er vanaf. Het ziet er mooi uit, hè, met dat grillstreepje. Dan laat ik de grillplaat wel aanstaan, want die ga ik zo meteen ook nog gebruiken voor de burgers. Maar eerst nog een andere topping, namelijk heerlijke romige brie in plaats van cheddar. Super lekker! En dan snij ik hem in plakken. Het mogen best wel dikke plakken zijn. Zorg in ieder geval dat je 8 plakken eruit kunt halen, zodat je de grillburger met 2 plakjes brie kunt beleggen. Het is altijd wel goed om te kijken naar het formaat van je broodje en van de burger en daar het snijden van je ingrediënten op aan te passen. Dan weer even kijken bij de uien. Kijk, ze worden nu ook heel veel zachter. En je ziet het, langzaam blijft er alweer een stuk minder van de ui over. Een deel is gewoon geslonken en verdampt. Voor de burgers. Ik heb hier lekkere grillburgers. Die smeer ik in met een klein beetje zonnebloemolie. Ook weer met een beetje olie en een kwastje. Aan beide kanten. Kunnen de burgers op de grillplaat deze hebben zo'n 5 minuutjes nodig, denk ik. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe hoog je het vuur hebt staan. Dan voeg ik ook nog een klein beetje bieslook toe aan de zuurkool. Dat snij ik weer eventjes in mooie kleine dunne ringetjes. Zo zie je maar weer dat je met een paar ingrediënten echt een heleboel kanten op kunt. Met die appels doe ik van alles, met die bieslook doe ik van alles. Het is altijd leuk om ingrediënten op verschillende manieren te bereiden. Even doorscheppen. Nou, ik zet het vuur onder de zuurkool uit. Want die is wel gaar als ik het zo zie. Even de burger omscheppen. Kijk, mooi grillstreepje. En je ziet het, als hij loslaat van de grillplaat kun je hem omdraaien. En dan als laatste ga ik nog even terug naar de uien. Want dit is hoe je ze wilt hebben voordat je het vuur omhoog gaat knallen. Mooi glazig, flink verdampt en een heel klein beetje bruin. Dan gaan ze weer even naar het grotere pitje. Want nu ga ik ze echt even een flinke kick geven.
Door het vuur nu hoger te zetten en wel een beetje in de buurt van de pan te blijven, krijgen ze een beetje een karamelachtige kleur. En niet alleen de randjes, hè. Dus door en door gekleurd moeten ze zijn. En daar mag je ook wel weer eventjes de tijd voor nemen. Laat ik deze even een klein beetje bakken. Heb ik hier nog plakjes brie? Super lekker. Die leg ik op de grillburger. Die mogen echt eventjes een beetje eroverheen smelten. Oh, dat is toch lekker. Alles met zoveel kaas is natuurlijk lekker. Die uien, die mogen nog net even een klein stukje verder. Vertel ik jullie vast wat we morgen gaan doen. Want morgen gaan we een heerlijke gehaktbal maken. Daarbij komt een lekkere jus. Die jus die ga ik lekker zoet maken. Daar komt een klein lepeltje jam bij. Dat wordt echt heel erg lekker. En ik ga groenten roosteren in de oven. Spruiten en bloemkool. En die spruiten die zijn al geschoond, dus dat scheelt lekker weer werk. En daardoor krijgen ze een lekkere, diepe, intense smaak. Dus aardappeltjes, een lekkere gehaktbal met jus en geroosterde groenten in de oven. Heerlijk. Nou, die uien begin ik nu langzaam te ruiken. En dat is goed nieuws. En nog heel even hebben ze nodig. Hier gaat het ook goed. Ik snij vast de broodjes open. Met het broodmes. De keizerlijke broodjes. Kijk dan. Lekker. Voor de uien. Nu zijn ze natuurlijk langzaam droog gebakken. Maar om er weer een klein beetje vocht aan toe te voegen, haal ik ze eventjes onder de koude kraan langs. Gewoon echt even een scheutje hoor. Niet te veel. Die pan die mag even lekker gaan sissen. Dus echt het vuur nu flink omhoog. Dat vocht zorgt ervoor dat ze echt weer een beetje extra smeuig worden. En hoe kan ik je nou omschrijven hoe dit proeft? Ja, ik weet het. Haché. Dat is natuurlijk niet voor niks zo lekker. Dat is lekker omdat het heel lang op het vuur heeft gestaan. En die uien echt zoet zijn geworden. Nou, dat is eigenlijk precies wat ik hier in de pan voor elkaar probeer te krijgen. Dus volgende keer, alsjeblieft, gooi dat vuur niet omhoog en doe het niet snel, maar doe het echt langzaam. Gewoon net zo lang als dat je over je haché zou doen. Vuur uit. Dan ga ik eens even bouwen. Ik begin onderop met wat zuurkool. Die inmiddels heerlijk boterzacht is. En een lekker zoetje heeft gekregen door die appel. Dat is één. Dan door naar de uien. Ook die geven weer een heerlijk zoetje aan het gerecht. Daarbovenop gaat een lekker burgertje. Dan terug naar mijn stationnetje waar de gegrilde appel ligt. Waar de klodder mayo staat. Oeh, ze storten bijna in die torens. Ja, ik wens je thuis succes met het eten van deze stapel. Heerlijk. Ik pak het bordje er even bij. Heel voorzichtig zet ik ze op het bordje. De dekseltjes erop. Gauw twee prikkers erin voordat ze omdonderen. Yes, dat moet je zelfverzekerd doen hoor. Anders druk je alle ingrediënten op aan de kant. Wauw. Kijk dan. Ik word hier blij van. Heerlijke, knapperige, keizerlijke keizerbroodjes. Met daarbovenop zoete zuurkool. Perfect gekarameliseerde uien. Lekker grillburgertje met brie. En daarbovenop nog een klodder bieslook mayonaise. Succes met het eten.